Wat is er nou precies gebeurd rondom Anne Lok? De 36-jarige Drentse die maakte gisteren bekend dat ze stopt met haar werk voor de gemeenteraad in Meppel. En ook nog helemaal uit haar partij D66 stapt. De oorzaak weet u vast. Een relatie met D66-leider Alexander Pechtold, die op een heftige manier stuk liep. In de privé van deze week vertelt ze daar openhartig over. Maar opvallend genoeg zei ze gisteravond weer bij RTL Late Night dat ze nooit zo'n exclusief interview heeft gegeven. Ja, en dan moeten wij met Evert Sandgoed gaan praten. Ja. Hoofdredacteur van Privé. Je hebt er nog één te pakken gekregen. Ik heb er nog eentje kunnen vinden. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, een rare reeks gebeurtenissen gisteren toen zij ineens de keutel introk eigenlijk. Terwijl ze wel heel goed wist dat er gisteren een uitgebreid verhaal zou komen in Privé. Ja. Daar wijst de hele verklaring op dinsdag ook op, immers. Hè? Dan zegt ze er vooruitlopend op de publiciteit. Dus dat wist ze wel degelijk. En ik weet niet hoe je een 2 uur durend gesprek in Meppel met een verslaggever van Privé anders wil noemen dan een interview. Maar nog wat bij die verslaggever. Die was in zijn auto gestapt zonder pen. Die, als zij dan appt van ben je er bijna? Ja, ik ben er bijna. Kun jij voor mij een pen regelen? Dan zit zij klaar met 2 pennen. Dat lijkt toch wel heel erg weg van een interview. Opmerkelijk. Want gisteravond bij RTL Late Night zei ze nou juist van ja, ik heb dan wel even gesproken met een verslaggever. Maar ik heb eigenlijk nooit toestemming gegeven voor zo'n verhaal. Ik ben overvallen door de publicatie. Ja. Ik heb die foto's ook helemaal niet zo in het blad willen hebben. Ja, nee. Hoe, toen jij dat hoorde? Eén ding tegelijk, dat is dan het interview. Daarvan wisten dat zou plaatsvinden, omdat we er nog een paar keer contact over gehad hebben. Ook de reactie van Pechtold middels zijn advocaat is nog met haar besproken. En we hebben ook nog gevraagd of ze die brief die ze zondag wilde versturen naar de gemeenteraad en de burgemeester van Meppel even wilde ophouden tot een moment dat dichter bij de publicatie van dat interview. Dat heeft ze allemaal gedaan. En de foto's die heeft ze ter plekke bekeken, zelf geregisseerd eigenlijk. Goedgekeurd op het schermpje van de fotograaf. En vervolgens nog een paar afdrukjes nabesteld. Die ze nog per post toegestuurd gaat krijgen. Dus ja, het is niet zo dat dat zomaar een afstandje gemaakt is. Elke fotograaf zou kunnen beamen dat die foto op 2-3 meter afstand genomen is. Ja, dus waar zij zegt, ik ben eigenlijk volledig overvallen, is de visie van Privé. Eigenlijk is gewoon echt goed op elkaar afgestemd. Juist. Ja, en ik denk wel dat ze overvallen is, maar meer door de reacties. Misschien wel door de reactie die ze nog krijgt van advocaten of zo. Ze zag er heel erg tegenop, tegen dat moment dat ze afscheid zou nemen van de politiek, omdat haar hart daar echt lag. En die reactie van gisteren. Ja, er is natuurlijk ook een wervelstorm rond haar ontstaan. En dan moet je kiezen of ik hou hem schuil of ik ga in een televisieprogramma zitten. Maar als je daar dan gaat zitten, vertel dan hoe het zit. En niet dat er een soort telefoongesprek plaatsgevonden heeft, terwijl ik de bandopname heb van dat hele gesprek. Dat heeft gewoon in Meppel plaatsgevonden. Oké, en dan is natuurlijk de vraag van ja, waarom stapt ze dan naar Late Night? En waarom komt daar zo'n verhaal uit dan van Anne Lok? Wat zou er even kunnen dat zijn? Ze en moe was van alles wat er op eraf kwam. Dat ze sowieso al gespannen was. En ook zegt van ja, ik ben kapot gemaakt door het einde van die relatie. Dat heb ik me heel erg aangetrokken. En op dat moment, als ze bijna gaat huilen, ja, dan krijg je wel heel erg medelijden met haar. En ik ben er ook helemaal niet op uit om haar verder in de problemen te brengen. Nee. En daarom was ook dit verhaal, waar ze zelf achter stond, wat ze zelf een keer wilde vertellen en wat ze zelf heeft verteld met het oog op een publicatie gisteren in Privé. Ja, en inmiddels heeft bijna iedereen, denk ik, dat verhaal wel op de een of andere manier meegekregen. Nog even samenvatten erover, want het is echt wel heel heftig voor haar wat er natuurlijk is gebeurd. Hè? Ja, dan heeft ze zelf afgelopen maanden een plekje kunnen geven. We hebben er aan het begin van het nieuwe politieke seizoen benaderd voor een interview. Daar heeft ze in ingestemd. Dat zou bij haar in Meppel plaatsvinden. Op een gegeven moment brengt ze een van de kinderen onder in de bibliotheek, omdat ze letterlijk de 2 handen vrij heeft voor die tweeling, om daarmee te poseren. Dat wilde ze zelf. Ja, en dat is toch. Het geeft aan dat ze een beetje in de war is. En of dat nou komt door alle publiciteit of alles wat er de afgelopen maanden gebeurd is, dat hoop ik nog een keer van haar te horen. Ja, en nu verder. Ja, hopen dat ze misschien de rust kan krijgen en het stuk lopen van die relatie met Pechtold, met alle het onder druk zetten zoals ze ervaarde. Ja, Portus komt naar voren. Ze heeft nooit meer iets van Pechtold gehoord. Misschien moeten die 2 ook nog eens een keer om de tafel. Wordt vervolgd? Zeker. Oké, Evert Sandgoed, hoofdredacteur Privé. Dankjewel. Graag gedaan.